Mijn naam is Nicolaas van Myra. In het dagelijks leven ben ik goedheiligman. Als goedheiligman zorg ik ervoor dat alle kinderen in Nederland elke dag cadeautjes krijgen. Ik ben ermee begonnen zo ergens 300 jaar na Christus. En toch wel met succes. Amper 1700 jaar later opereren dagelijks duizenden pieten vanuit sterk ontwikkelde kerncompetenties als inkoop en distributie. En de mensen zeggen dat we marktleider zijn in de kidsmarketing. Je bent toch echt een spin in een web die al die cadeautjes weet hoog te houden. Ja, en natuurlijk de gedichten voor kinderen. Kost zeeën van tijd, maar die unieke benadering wordt wel erg gewaardeerd door onze kleine klanten. Mijn vrienden in Spanje zeggen over mij dat ik ondanks mijn succes zo gewoon ben gebleven. En dat ik de simpele dingen van het leven zo goed kan waarderen. En dat klopt wel, ja. Ondanks de crisis groeien we in cadeautjesvolume. Omdat we projecten managen via de cloud, kunnen we de pieten veel efficiënter inzetten. En door interactieve media als Twitter kunnen we veel beter inspelen op de wensen van onze kleine klanten. Mensen kunnen natuurlijk contact met me opnemen via Facebook en Twitter. Maar ook het ouderwetse schoentje zetten met een wenslijstje en een gedichtje erin is prima hoor. Alleen als je hem dan dicht bij de schoorsteen wilt zetten, met een wortel erin, ja, dan kunnen we sneller leveren.